Anne stond in de frontlinie van de zorg tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Ze werkte als verzorgende op een COVID-unit in een verpleeghuis, toen er nog veel onduidelijk was over het virus. Je kan je mondkapje gewoon in de pauze even aan een kapstok hangen en na de pauze weer opzetten. Dus je moet vier uur met een mondkapje doen. Dat zou nu natuurlijk niet meer voorkomen. Als je de afdeling afgaat, gooi je het weg en dan krijg je daarna nieuwe materialen. Het is dan ook niet heel gek dat Anne op een gegeven moment besmet raakt met het coronavirus. Ja, de, de... Dan staat je leven even stil. Anne weet dan nog niet dat het coronavirus zo'n enorm effect op haar leven zal hebben. Tot op de dag van vandaag heeft ze flinke klachten. Dat je weefsel kapot gaat, dat je je handen rode plekken in je handen is kapot weefsel. Uh, mijn lymfen zijn helemaal aangetast uh, door mijn hele lichaam. Je kan dus ook gewoon uh, lymfknoten zien. Anne kan niet meer werken en verliest een fors deel van haar inkomen. Ze kan nog maar net rondkomen. Is het veel? Nee. Je betaalt aan het begin van de maand eerst al je rekeningen. en wat overhoudt. ja, ik mag blij zijn als ik 30 euro per week overhoud aan boodschappen. Afgelopen maandag ging Anne in gesprek met minister Connie Helder voor Langdurige Zorg en Sport. Anne hoopt dat longcovid als beroepsziekte wordt aangemerkt. zodat ze recht heeft op meer financiële steun. Daarnaast hoopt ze dat werkgevers wat guller worden voor de medewerkers die in het begin van de pandemie werden gelauwerd als helden, maar nu ziek thuis zitten. De winsten die gemaakt zijn door alle zorginstellingen en iedereen die verdiend heeft aan covid, moet voor een deel terug naar de mensen die ziek zijn geworden op de werkvloer. Wij hebben allemaal recht op een deel van de winst, want die winst hebben ze over onze rug gehaald. Wij hebben het werk gedaan op de werkvloer.